school. Samen met mijn vriendin. Mijn vriendin heet Marjolein. En we zitten op dezelfde school. En dat is de HKU in Hilversum. En dat is echt een heel erg toffe school. En nou is iets grappigs. We spelen een soort spel op school. Dat heeft Serida, dat is een klasgenootje van mijn vriendin. Die heeft dat opgezet op school. En daarbij is het de bedoeling dat je met waterpistooltjes, hele kleine groene waterpistooltjes, dat je je target moet neerschieten. En aan het begin van het spel komt iedereen bij elkaar. En dan worden alle namen van de deelnemers worden op papiertjes geschreven. En papiertjes zoals deze. En iedereen krijgt dan random een papiertje. En die naam die daarop staat, die moet jij met water bespuiten. En er zijn een paar regels. Je mag niet iemand nat spuiten op het moment dat er getuigen bij zijn. Dus je moet echt alleen met diegene zijn. Alleen dan pas mag het. En je mag ook niet in het computerlokaal of in de game room elkaar neerschieten met water. Dus er zijn een paar regels die wij aan moeten houden. Nou, dat is op zich wel heel erg grappig, want we hebben vandaag onze papiertjes ontvangen. En op mijn papiertje staat de naam van mijn vriendin. Oftewel, dit is een heel erg makkelijk target voor mij. En zeker op dit moment, want op dit moment ligt zij op mijn kamer te slapen. Ze ligt in mijn bed en ze weet van niks. En ik heb mijn waterpistooltje heb ik al helemaal gevuld en geladen onder mijn kussen liggen. Dus het enige wat ik hoef te doen is naast haar te kruipen, mijn pistool te pakken en haar neer te schieten. En dat is dus ook exact wat ik nu ga doen. Dus kom mee. Vind. Okay. Njong. Njong. Nog niet. Wat heb je in je hand? Een wonderkies. Je bent mijn target. Yes. You sneak! Nah. You sneak! Nah. God, you're an asshole! Wanna see? No. I got the target right here. Dat is taking advantage of een ziek meisje met kiespijn. Ja, maar ik bedoel, anders kan ik nooit verder met andere targets. Oké, okay, wat heb je te zeggen? You're busted. Ik ben ziek. No. Meanie. No. No more blowjobs for you.